De kwaliteit van service en veiligheid op de Johan Adolf Pengel luchthaven moet opgekrikt worden en daartoe worden er flink wat stappen gezet. Dit zegt directeur NV Luchthavenbeheer Jai Jutkan in een gesprek met de nieuwsdienst. De leidinggevende merkt op dat hogere kwaliteitsstandaarden niet alleen bedoeld zijn voor passagiers, maar ook voor de luchtvaartmaatschappijen. Het is een scala aan maatregelen die je moet doorvoeren en dat doen wij ook natuurlijk. Wij hebben niet zo lang terug de incheckhal in gebruik genomen. Dat was een heel belangrijk moment omdat wij natuurlijk niet alleen die vertrekhal hebben willen upgraden, maar ook dat stukje van incheck, dat het wat sneller moet kunnen gebeuren. Zo zijn wij natuurlijk ook bezig om op de airport onze processen en procedures zo snel mogelijk te digitaliseren. Om dat stukje efficiëntie verder in te bouwen. Maar ook naar de klant, dan heb ik het ook niet alleen naar de passagier, maar ook de luchtvaartmaatschappijen. Ook elk ander persoon die hier werkzaam is, om dat stukje kwaliteit van service die ze nodig hebben in te bouwen. Jutkan geeft verder aan dat het publiek al heel wat kleine veranderingen ziet bij de luchthaven, terwijl er hard aan de weg wordt getimmerd. Hij benadrukt dat de kwaliteit van de service naar buitenlandse standaarden gedeeld moet worden.